Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij Bioshock aflevering 6 en ik hoop dat jullie dit spel hebben gemist, want ik namelijk wel en daarom is het de bedoeling dat wij het gaan verder spelen. Oeh, hallo. En die splicer, wat gaan we ermee doen? Ik ga daar maar schieten met... Nee, niet met een... met deze shotgun. Waar komt ze? Links of rechts? Links of rechts? Daar komt ze. Bats! Dood jij. En deze game is best wel oud, dat weten jullie, 2007 hè? Dat is alweer 6 jaar oud en het ziet er echt prachtig uit. En ik heb ook de resolutie aangepast, dus als het goed is, zien jullie deze game nou mooie widescreen shit. Weg! Nee! Oké, daar zit een camera. Nee, weg! Ah, nee! Waar zit die camera? Hallo? Hey, ik zie iets wat we kunnen oppakken. Hallo! Collected film. Sorry voor de timmering, want mijn buurman is bezig met timmeren. Even kijken, waar zit de camera? Daar bovenin volgens mij. Hallo camera. Beter slim af. En we hebben hier een... Wat is dat? Een proxy mine. Ik weet mijn god niet wat ik ermee kan doen. Nou, hier hebben we ook niks te doen volgens mij. Oeh, een tasje. Kunnen we echt hier helemaal niks doen? Ja, dollar. Maar voor dollars ga ik niet hierin. Oeh. Oké. Nee, ik hoef niet naar die vending machine. Ik weet niet meer waar ik naartoe moet, hé. Daarheen, volgens mij. Het is lang geleden dat ik het spel weer heb gespeeld. Dat is niet goed. Je moet die game gewoon blijven spelen. Oh, water. Waren we hier al niet geweest? Ja, hè? Daar beneden wel. Oké, hier nog niet. Volgens mij. Hallo? Oh, nee, hier ben ik nog zeker niet geweest. Oké, hoe gaan we... Pistooltje, let op. Oh, nee. Oké, let op. Waar komt die persoon? Door zijn hoofd, ja, pakapam. Sweetheart, where are you? Je bent in hel. Nee, waarom schiet hij niet? Hij schoot niet. Ik heb geen kogels meer. Chop. Waar ben je? Ze leeft nog. Ze is aan het reloaden, hoor je dat? Oh, stomme vrouwen. Ik heb geen verstand van wapens, joh. Hoppakee. Was het wel een vrouw? Ja, het was een vrouw met een heel gek zwel op de hoofd. Oké. Ziet er niet goed uit, in ieder geval. En wat is dit? Sigaretten. Nou ja, ik rook niet zelf. Maar ik pak ze toch op. Ik weet niet waarom, maar ik deed het gewoon. En de old whisky. Whisky vind ik zo smerig. Nee, dan ben ik echt serieus. Whisky is echt niet te zuipen. En we kunnen daar naartoe en daar. En ik denk dat het hier eng gaat worden. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little door wants to hear. Stond me serieus op te wachten, die gek. Beetje Jezus liedje zingen. A bedroom, insert 5 credits. Oké, ik doe het. En wat zit erin? Machine guns. Oké. 5 credits. En wat zit hierin? Proxy mine. Oké. Nou ja, we hebben de wc's geopend en we hebben wel een prijsje gewonnen. Dat is altijd leuk hè, als je voor een wc betaalt en je krijgt er ook nog waar voor je geld. Ik hoef helemaal niet te pissen. Mooie headshot trouwens. Zo, dat leek op Hitler die stem. Ook echt eng. Oh, wel raak schieten. Nee! Let op wat ik ga doen, let op. Gooi maar. En je gooit hem gewoon terug naar hem. Awesome. Kijk, dat is die telekinese, hè. Dat moet je gebruiken. Dat is makkelijk. Da-da-da-da-da-da-da-da. Hallo? Wie deed dat geluid? Hallo? Waar ben je? Hallo? Kun je iemand lachen? En daar hou ik niet van. Nou ja, ik vind lachen niet zo heel erg hoor, maar... Het gaat gewoon op het idee wie het zou kunnen zijn.
En de code. Weet ik veel, die code. Maak echt van die moeilijke vragen hier. Wat is dit dan? Juist. Hallo? Gadverdamme. Oh! Hallo, meneer. Netjakee. Zomaar mij laten schrikken. Hij sprong echt voor me. Zag je dat? Aap. Apen springen ook voor je. Oh! Wacht, ik ga hem... Nee! Ja, nee, wat? Oké, dat was goed, dit was goed. Ah, yes, increased damage. Splicer. Research, alleen maar research op de splicer. Jullie weten wat er mee gebeurt als je een volledige research hebt. Oh, zo kan het ook trouwens. Oh, ik moet op mijn hield letten. Hoe deden we dat ook weer? F. De F staat namelijk voor... ik ga het woord niet zeggen. Wow, wat was dat geluid? Ja, de buurman die bezig is aan het huis, maar... Hallo? Oké, daar kunnen we heen. En we kunnen ook even die mannetjes vermoorden die continu zitten te praten. Net als deze bot. Want die hoort namelijk bij... Die man daar beneden. Ik vertrouw me niet. Ik ga naar beneden. Wacht even. Wat? Oh! Shit. Zo me dood. Slecht geweten, ik weet het. Waar ben je, meneer? Waar zit hij? Hallo? Ik vertrouw het niet! Kom op! Waarom doet hij niks? Oh, ik heb het verkeerde. Oh, die moet dit doen! Yes! Oké, ik zit nou echt op een hele... Hallo? Ik zit nou echt op hele rare plekken. Ik hoor namelijk een camera. En ik weet niet zo goed wat ik hier allemaal kan vinden. Trouwens, deze omgeving kan ik helemaal niet meer herinneren. Ik kan me wel iets heel engs herinneren. En dat komt later in de game. Maar dat is een... Ik hoor een Big Daddy ook. Ik vind... Oh, hallo! Nee, dat is een heel eng stukje. Dat is thuis voor Big Daddy. Dus Big Daddy is hier in de buurt. Maar waar? Dit is wel mooi gedaan trouwens. Nee, er is een hotel in de game. En dat hotel is best wel scary. Dat is echt een van de engste dingen die ik heb gezien in de game. Hallo? Het is echt heel stil nu. Ik vertrouw het echt niet. Oh, we komen nu bij het begin weer. Hallo? Rustig aan, jong. Danny. Increase damage op Big Daddy. Sowieso research doen op Big Daddy, hè? Oké, we gaan hem aanvallen. Oh, hij valt die andere aan. Wat doet hij? Ik heb hem. Rescue. Weet je nog? De meiden gaan we genezen. Oké, dat was de snelste slok in de geschiedenis van slokjes nemen. Oh. Waar ben je? Kom op, schiet. Ik heb geen ammunitie. Dan maar met die. Maar hij was mis. En hallo? Die was raak. En... Wat doe je, meisje? Is de meisje behekst? Ik heb het ook bevrijd. Sorry, het spijt me. Ik zal het nooit meer doen. Wauw. Gaan. Kom op. Gaan. Oké, okay, ja. Sorry. Meisje is behekst. Ik ben helaas te laat. Dat kan ook gebeuren, hè? Dat een meisje behekst raakt. Ik zou dit gaan hacken nog.
Ik kwam er helemaal niet aan toe. Kost geld. We gaan hem automatisch wel. Kijk hoor, hij komt daar vanuit. Hij moet zo. Dan moeten we die slepen met die. Dan komt... Dit doet me denken aan Dead Space. Omdat we ook met een Let's Play gaan verwachten binnenkort. En dan moesten we ook zo'n soort spel doen uit mijn hoofd. Nou, het lijkt er niet eens op. Nee, natuurlijk niet. Niet Dead Space. Saints Row 4. Daar heb je ook zoiets bij. Hallo? Dag meneer. Oh, weer als er iemand weer tevoorschijn springt. Oh, wauw. Een lijk. En geld. Oké, snel weg hier. Dat bedoel ik. Van die hele ligubere kamers hier soms in de game. En dat is echt... Geluiden, hou alsjeblieft op. Oké. Start, we gaan werken. Het begint een heel leuk spelletje te worden, maar je moet zeg maar al die dingen unlocken en dan moet je eigenlijk snel zijn. Want dadelijk gaat hij... Zo. Ik kan er niet mee heen, shit. Nee. Oh. Ja, sorry. Nog een keer hacken. We kunnen het wel. Kijk, nu is geen rood dingetje meer. Kijk, je moet dit doen. En dan moet je zeg maar... Zo. Dat was de kunst een beetje. En waar moeten we heen? We moeten helemaal naar... Nee, daar ook niet heen. En nu? Dit zo. En dan een rechtstuk. En dan deze. En dan twee keer zo'n stuk. En dan hebben we hem goed. Yeah! Oké. En wat zit er in de safe? Oké, ja, kan ermee door. Het kan ermee door. Hallo mevrouw. Oh! Is dat normaal? Hoor je muziek? Geniaal. Ik hou van die oude jaren muziek. Oké, dit wapen gebruik van Big Daddy. Moeten we weer een foto van nemen? Kijk, want dat, die splicer, dat is altijd goed. Photograph steken. Oh, ik snap hem. Heerlijk muziek. Oh! Hallo? Hallo? Je hebt geld bij je, mevrouw. Mooie vrouw is dit. Wat een heerlijk nummer is dit. Oh my god, serieus, geniaal. Kunnen we hier nog vinden? Ja. Hierin was toch nog wel iets te vinden? Ja, hier toch? Of waren we hier vandaan gekomen? Ik heb het gevoel dat ik al gemist heb. Ik hoop het niet. Deze machine draait gewoon, dat is altijd goed. En een... Oh, een barrel. Niet te veel drinken, want dan gaan we... Een beetje te klein geworden en dat moeten we niet hebben. Wat hoor ik? Ik hoor de stemmen. Ik hoor het geluidje dat het een A is. En dat betekent A is best een goede score. Kijk maar. Helemaal vol. Oké. Betekent sowieso dat wij die kant op moeten, want hij heeft daar die turret neergezet.
Kan ik die dingen oppakken? Nee. Oké. Okay. Waarschijnlijk moeten we deze kant op. Is het een aanleiding van? Ik vertrouw dit echt niet. Ik weet echt niet of we naar de goede kant op gaan. Meestal zie ik wel een aanwijzing van ja, daarheen, daarheen. Oh. Een Big Daddy. Maar hoe komt die Big Daddy door dit heen? Niet. Oké, hoe gaan we dat oplossen? Niet. Ofwel, zullen we hem schieten? Nee, dat kan niet. We kunnen hem kwaad maken. Zullen we hem één keer kwaad maken? Wegwezen! Hij komt er niet doorheen, hè? Oeh! Ja, nu? Oh, shit. Hij komt er wel... Hij komt er niet doorheen, hè? Ik ga er weg. Ik ga er niet mee heen. Slecht gedaan van mij. Hier moeten we denk ik heen. Althans, dat weet ik niet zeker. Dat is eigenlijk een pure gok. Hey, wel first aid kit daar. En kogeltjes, kunnen we die pakken? Nee, is vol. Alles even oppakken. Hallo? Moeten daar toch heen, denk ik. Maar we moeten foto's maken van die lichtgevende korpses. Van die lichamen, hè? Korpses en lichamen. Dat wordt een best wel lastig karweitje. Denk ik. Ik heb het gevoel dat ik niet weet waar ik naartoe moet. En dat is ook zo. Oké, daar kunnen we niet heen. Althans, ik kan er wel naar boven lopen, maar dan heb je niks daar. Ik hoor wat. Hallo? Dag mevrouw. Nee, dat ben ik niet. In één keer dood. Waarom schiet ik dan nog een keer? Weet ik niet. Kunnen we van jou een foto maken? Jazeker. Hey, ik heb wat verdiend tijdens het maken van een foto. Nice. En als je zeg maar lichamen ziet, dan betekent het hallo meneer Daddy. Daddy's papa. Dus eigenlijk een grote papa. Zo heet het eigenlijk, de mensen in de duikpak. Grote papa's. Waar moet ik naartoe? Ja, want ik hoop in deze aflevering dat ik dan wel gewoon kan verder gaan. Dat ik er niet vast kom te zitten, weet je wel. Dan heb je echt zo van, ja, wat is de clue van deze aflevering? Ja, Vincent komt vast te zitten en dan weet hij waar hij naartoe moet. Ik heb wat gevonden. Wil ik niet gebruiken. Oh shit. Creepy sounds. Ik hou er niet van. Hoe is het laten schrikken? Is al genoeg gebeurd in deze aflevering. Wacht even. Oh, ik ben al levend. Even kijken hoor. Hier kunnen we ook niet in. Help me gewoon even jongens. Ik kan jullie me niet helpen. Filmrollen, evidence. Bewijs. Wat voor bewijs dan? En hier komt dat lichaam. En hier zijn dozen. Kan ik erin kijken? Oké, dat was echt creepy wat ik net zag. Ik dacht dat er iemand aan de... En hier? Je had er toch ook al gekeken? Of hier niet? Of wel? Jawel. Oh, dit is... Hey, hallo meneer. Oeh, fuck. Hou op met dat schrikken. Chaka. Ik hou niet van deze games. Maar ja, nu zijn we nog niet verder gekomen. Chaka! Moet je me maar niet laten schrikken, meneer? Ik hoor je wel praten, die moet je zelf niet verhalen. Ha! En moeten we hier nog een foto van nemen dan? Nee. En van jou? Ik hou hier gewoon een foto van de splicer. Kijk hoor. Je kunt ook helemaal niks doen, hè? Nee. Even kijken hoor. Hey, hoort dit? Ja. Die deur hoort open te gaan. Als jullie een lichtgevend lijk zien, dan moet je even melden aan me. Ik ga even kijken. Heb ik nergens een object of zo? Hier.
Daar ben ik. Finding McDonald's. Ja. En waar moet ik heen dan? Want deze map is nogal groot. Foto of 3 spider splices. Use the research camera to take a photo of 3 spider splices. The one who crawl on the ceilings. If you do this for a peach, it adds you into Fontaine Fisheries. Oké, dus ik moet een foto maken van 3 spider splices. Zijn die gasten die op de muur lopen. Die hebben van die plakplaatjes op de handen. Ja, zo ken ik het ook. Maar ja. Waar zie je zo snel een spiderspleis? Een spiderspleis? Want ik kan ook niet teruglopen. Dus ik zit opgesloten. En ze zeggen van Vincent, bekijken maar. Ik wil een foto maken van de spider splice, want dat is een hele goede vriend van mij. Kom maar, Big Daddy. Zal ik een fotootje van je maken? Ik wil hem doden, maar het kan niet, want ik mag nog niet daarheen, zeg maar. Oh, ik weet niet waar we naartoe moeten. Het is zo moeilijk. Oh, ik schrok weer. Waarom laten ze me continu schrikken in deze game? Even serieus. Is dat een spijtersplijs? Nitro splijsje. Ja, ik wil niet de nitro splijsje. Maar ja, die had ik ook wel nodig om te vermoorden. Pat. Maar ik moet die splijsje hebben. Ik moet de spijtersplijsje. Niet de nitro splijsje. Waar zit de spijder? Ben jij de splijsje? Ik weet niet, maar ik ga een foto van maken. Heel dichtbij. Oeh, lekker close. Ze maakt zijn schuld dood. Oké, geniaal. Spider Splicer, where are you? Is dat geen bug in de game, dames en heren? Dat ik gewoon... een Leadhead Splicer. Hallo? Ik maak gewoon een foto. Ik heb het gevoel dat die lichamen blijven liggen. Wat is dit? Een Leadhead Splicer. En dit is een... Leadhead Splicer. Oh. Wacht even. Dat lijk wat daar lag. In die ene kamer. Is dat geen spijdersplijsje? Of hier? Een korps. Ja, dat is geen spijdersplijsje. En hierin? Hallo, daar ben ik weer. En hier, wat ligt hier? Korps? Nee, liggen allemaal lichamen. Dood. Dood en verderf. En hier? Hier ligt een splijtje. En hier ligt een korps. Wat een torie, hé. Kom op, hé. En wat ligt hier dan? Hier lag ook een lijk in, hè? Een Leadhead Splice. Kom op, hé. Kom op, hé. En wat ligt hier? Een korps. Dit gaat een hele lange aflevering worden. Verdomme. Oké, we gaan dit hacken dan. Vooruit, we doen het. Maar ik ga hem niet. Ik ga hem gewoon kopen zo. En wat zit er? Ik hoor geluiden. Hoor je het? Ik hoor je stemmetjes. Oh, dit is zo niet leuk. I observed all his commandments. I observed what I heard that. Whoa, beyond you! Is dat een splicer? Leadhead! Ik hoef geen Leadhead splicer.
Oké, dames en heren, ik ga eventjes op zoek naar de volgende splicer. En daarna ga ik pas weer opnemen, want ik kan hem echt niet vinden. Ik heb echt al die omgevingen 100 keer afgezocht. Helaas, zulke spelletjes. Er zitten ook gewoon puzzeltjes in deze game. Nou ja, vond je het wel een goed filmpje geven? Goed duimpje zou fijn zijn. Zie ik je volgende keer terug bij volgende. Ja! Ik moet eten, ja, ik weet het. Nou, ik ben net aan het afsluiten, man. Jongen. Nou, tot de volgende video in de nieuwe Bioshock. Nou, het is niet de nieuwe Bioshock, maar het is een nieuwe aflevering van een oude Bioshock, ja. Doei.